harte welkom allemaal bij deze ochtend over vrouwen aan de top. Hans, de introductie was heel erg scherp, dankjewel. Dus ik kan heel kort zijn. Straks gaan we discussiëren aan de hand van 3 stellingen. Met een aantal geweldige topvrouwen met een ellenlange carrière. Dus ik ga ze gewoon heel kort introduceren met 1 vraag. Maar eerst roep ik ze op het podium, 1 voor 1, en dan mag u applaudisseren. Als eerste, senator Annelien Bredenoord en fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Dan ook rector magnificus van de Universiteit Maastricht en topvrouw van het jaar, Rianne Letschert. Gedeputeerde in Groningen en oud-partijvoorzitter Fleur Greper. En CEO van Alliander en topvrouw van 2016 van het jaar, Ingrid Thijssen. En last but not least, wethouder in Rondevenen voor D66, Kiki Hagen. Dames, van harte welkom. Ik ga jullie dus introduceren aan de hand van 1 vraag. Te beginnen bij Annelien. Leuk dat je er bent. Kan een moeder wel premier zijn? Een actuele vraag. Ja, ik vind alleen al de suggestie achter de vraag vrij belachelijk. Maar helaas heb ik ook wel uit eigen ervaring gemerkt toen ik 2 jaar geleden zwanger rondliep, dat er heel veel vragen over komen. Dus het is een ingewikkelde. Ik kom misschien straks nog even langs. Wie zei dat eigenlijk? De Telegraaf. Ja. Dan voor Ingrid. Mannen hebben meningen en vrouwen stellen vragen. Wie zegt dan zoiets? Wie zegt dan zoiets? Dat heb ik gezegd. Ja, ik heb er weinig aan toe te voegen. Nou, misschien komen die vragen dan straks nog even langs. Dat was nou overigens naar aanleiding van je verkiezing topvrouw van het jaar, dacht ik. Ja. Dan Fleur. Jij bent gedeputeerde in Groningen en jullie hebben een coalitie van 6 partijen. En ik begrijp een van de weinige colleges in het land van een verhouding 50-50. Ja, wat brengt 50% mannen, 50% vrouwen? Wat brengt dat voor dynamiek met zich mee? Nou ja, het maakt dat er eigenlijk bijna van nature samengewerkt wordt. En dat helpt natuurlijk sowieso. Met 6 partijen moet je wel samenwerken. Maar die verhouding en die diversiteit helpt ons daar nog meer bij, denk ik. Dankjewel. Rianne? Jij bent topvrouw in de academische wereld. Zit er trouwens nog eentje naast je. Maar waarom zijn er eigenlijk zo weinig topvrouwen in de academische wereld? Nou, ik weet niet of er zo weinig zijn. Hè. Ik denk dat we steeds meer vrouwelijke hoogleraren krijgen, vrouwelijke decanen. Rectoren zijn er nog maar 3 van de 14. Er is nog absoluut veel te doen, ook als je vergelijkt met landen om ons heen. Waarom er dan toch nog, naar mijn smaak, ook te weinig zijn, heeft deels te maken met de soms wat informele structuren in een universiteit die leiden tot benoemingen. Vaak nog gedomineerd door mannen in selectiecommissies. Soms vrouwen zelf, die de enorme werkdruk die er ook bij hoort bij zo'n baan, soms liever niet kiezen. Je hoort terug dat, hoe moet ik het zeggen, het is een combinatie. Ook als je kijkt naar de manier waarop wij als samenleving omgaan met vrouwelijk leiderschap. Dat is nog steeds niet vanzelfsprekend. Hè. Zo'n opmerking als een vrouw die moeder is als premier. Je hoort ook nog steeds van, hè, waarom ben je zo weinig thuis bij je kinderen? Dat zijn allemaal vragen die mannen niet krijgen. Dat zijn meer samenlevingsproblemen dan per se de universiteit en topvrouwen. De opvang van kinderen, schooltijden, nog steeds enorme. Ja, wat mij betreft conservatief. Er zijn zoveel redenen waarom vrouwen toch soms niet kiezen voor zo'n topfunctie, dan alleen maar dat het in de universiteit ligt. Oké, gaan we straks vast meer over horen. Dan nog Kiki. Ik heb begrepen dat jij bent beëdigd als raadslid, maar binnen een half uur vervangen door een man. Wat is daar gebeurd? Nou, volgens mij is hij ook hier aanwezig, dus laat ik eerst zeggen dat het een fantastisch raadslid is. maar ik ging met zwangerschapsverlof. Ah. Dus dat kan wel degelijk. Maar je bent weer teruggekomen? Ja, als wethouder. Heel goed. Dan gaan we nu over naar de stellingen. We hebben overigens afgesproken om te tutoyeren, doen we op het hele congres, dus ook hier. De stelling, de eerste stelling, komt op het scherm. En jullie mogen als dames aan het podium, als jullie voor zijn, mogen jullie je hand opsteken.
Om succesvol te zijn, moet je fulltime werken. De eerste stelling. Hand omhoog als je voor bent, hand omlaag als je tegen bent. En de zaal? Er zijn weinig voorstanders, een paar. Kiki is voor. Mag jij eerst? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je er in ieder geval voor zorgt dat je niet parttime hoeft te werken als vrouw. Dus als jij zorgt dat je de baan hebt die jij heel erg leuk vindt, dan kun je ook de hoofdverdiener thuis zijn. En dan kun je dus ook bijvoorbeeld fulltime werken. Maar het is wel belangrijk om bepaalde pauzes, als je bijvoorbeeld een kinderwens hebt, in te lassen. Dus dat, ja, je kan zeker fulltime werken en succesvol zijn. Dat is mijn... Okay. Ingrid, jij was tegen. Ja, ik heb de stelling geïnterpreteerd als dat je ook echt de 40 uur in de, zeg maar, door de weekse dagen aan het werk bent. Dat dat nodig is om succesvol te zijn. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk wel, dus ik denk dat je heel prima ook een deel van je tijd ook op werkdagen bij je kinderen kunt zijn. En toch succesvol zijn. Uiteindelijk moet je output natuurlijk wel echt okay zijn. Maar het is uitstekend te balanceren dat met... kinderen opvoeden. Maar willen we dan zeggen dat dat eigenlijk een beetje ouderwets is, fulltime werken, en dat we meer naar Scandinavië moeten kijken, waar men 6 uur werkt? En, is dat zo? Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat je heel divers kunt werken. Ik weet nog dat ik in 2009 de campagne deed voor de Europese verkiezingen. En ik haalde 3 keer in de week mijn kinderen op van school en was dus 3 keer in de week om 3 uur weg. Maar ik denk dat ik gemiddeld meer dan 40 uur gewerkt heb in de week. En ik denk dat die flexibiliteit... En dat je die echt heel erg nodig moet hebben om stappen te kunnen zetten. Dat geldt eigenlijk net zo hard voor mannen als voor vrouwen. En daar zijn wij denk ik in Nederland nog steeds wel heel erg ouderwets in. Een organisatie die heel erg ervan uitgaat dat aanwezigheid bepalend is van hoe je presteert. Tot het extreme geval, in ons eigen provinciehuis, daar sluiten de deur om 6 uur. En dan moet je het gepand uit zijn. En dat soort systemen maken het wel heel erg ingewikkeld om op het moment dat jij... privé en werk allerlei dingen wil kunnen combineren om dat op een goede manier te doen. En ik denk dat we daar nog echt hele grote slagen in kunnen maken. Okay. Rianne, jij noemde net dat ook een beetje dat je fulltime moet werken, volgens mij als een drempel om vrouwen aan de top te krijgen in de academische wereld. Ja, dat is absoluut wel wat je terugziet. Maar wat ik bij deze stelling, ik heb hem eigenlijk uit elkaar gehaald. Om succesvol te zijn hoef je zeker niet fulltime te werken. Maar om de top te bereiken, daarvan moet ik toch zelf met de ervaring die ik heb om mij heen, toch wel zeggen dat je daarvoor meer dan fulltime aan het werken bent. En hoe je dat indeelt en in welke vorm qua tijden die je daaraan besteedt, daar moet je flexibel in kunnen zijn. Maar het is al echt meer dan fulltime. Ik kan toch niet zeggen dat ik de afgelopen 3 jaar minder dan 60 uur gewerkt heb. Dus, en dat is niet, hè, dat hoort er wel bij. Dus ik wil ook niet het beeld creëren van je kunt de top bereiken terwijl je 3 dagen werkt. Ja, ik zou het niet kunnen. Oké, nou de swing vote, Annelien. Kijk, ik zou willen dat het niet zo zou moeten zijn dat je fulltime moet werken. Maar in de huidige werkelijkheid denk ik dat je in ieder geval een aantal uren moet draaien. En bij mij zit het ook snel op 50, 60. Het zou wel heel mooi zijn als we wat ruimer gaan kijken dat mensen zelf kunnen indelen wanneer die uren gemaakt worden. Ik denk dat dat heel veel uitmaakt voor vitaliteit van mensen en hoe ze ook hun privéleven inrichten. Dus dat zou ik heel belangrijk vinden. En ik zou me ook nog wel om willen draaien. Laten we gewoon ook accepteren, het is prima als mensen fulltime werken. Het is ook prima als vrouwen en moeders fulltime werken. Waar ik zelf wel eens last van heb, is dat er dan... mijn vrouw en ik werken alle 2 fulltime. En dan wordt er gezegd, werken jullie fulltime? Maar dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Ik heb soms het idee dat we moeten verdedigen. Terwijl, volgens mij gaat het prima thuis. We moeten hem ook een beetje omdraaien. En ja, prima. Laat vrouwen ook maar fulltime werken. Oké, dan... Ook voor jullie de vraag van, jullie zitten hier met al die schat en ervaring, dus noem ook vooral voorbeelden inderdaad, dankjewel. Maar zijn jullie ook wel eens er tegenaan gelopen dat je een baan niet kreeg, omdat je mogelijk niet fulltime inzetbaar zou zijn? Nou, toen ik mijn eerste zwangerschap meldde bij mijn toenmalige directeur, dat was een man. Toen, ik was net benoemd als algemeen manager van een onderzoeksinstituut. En toen stond hij op, verliet hij de kamer. En hij zei niks. Dus dat was best wel bizar. En toen kwam hij terug met een kopje koffie in zijn hand. En toen zei hij van, gefeliciteerd. En wat betekent dit nu voor jouw inzet in jouw baan? En ik had echt zoiets van, gaat hij dat serieus nou vragen? Maar zijn angst was, ze komt niet meer terug. Ze gaat zeker niet meer op dit niveau kunnen werken. Zeker niet meer fulltime. Dat was mijn allereerste ervaring.
Nou, ik ben 4 maanden met verlof gegaan en daarna weer begonnen. En net zo doorgegaan als daarvoor met ook een gezonde zwangerschap en een gezond kind. Hè. Dat maakt natuurlijk allemaal heel erg uit. Maar dat was niet vanzelfsprekend voor hem. Hij had eigenlijk zoiets van, ja, ik heb liever dat je nou deze baan niet meer in die functie met leidinggevende verantwoordelijkheden neemt. En dat vond ik toch zo bizar. Ik denk, jeetje, 2000, wat was het toen? Dat dat soort vragen nog aan vrouwen worden gesteld. Dat krijgt een mannelijke collega echt niet, die zegt, ik word papa. Even aan de vrouwen in de zaal, wie heeft zo'n vraag wel eens gehoord bij een sollicitatie? En de mannen? Ik heb 2 broers en mijn oudste broer heeft 4 kinderen, mijn jongste 3. En elke keer als ik denk, bel ik een van mijn broers, zeg ik, hey, heb jij die vraag wel eens gesteld gekregen? En het antwoord is natuurlijk nee. En dat is voor mij een soort sanity check, van ligt dit nu aan mij of gaat het nu even mis? Dus bel een man, het helpt. Ik heb op een gegeven moment, als ik de vraag kreeg, ik heb er nooit wat je vraag was, heb je het idee dat je wel eens een baan niet gekregen hebt omdat je een vrouw met kinderen was? Nou, dat niet, gelukkig. Maar de vraag over en hoe doe je dat en hoe combineer je dat en hoe ga je dat doen als je zwanger bent, heb ik zeker wel gehad. En ik heb op een gegeven moment ingevoerd om als antwoord te geven, goh, ik geef alleen antwoord als ik zeker weet dat jij deze vraag ook aan mijn mannelijke collega's die vader worden stelt. Ja, nou, tips. We schrijven mee. Dan wil ik voorstellen om naar de volgende stelling te gaan. Ja? De stelling 2 is, een tijdelijk kwotum is de enige manier om meer vrouwen aan de top te krijgen. De zaal mag ook meestemmen. Voor is omhoog, tegen is omlaag. Nou, dat zijn toch wel meer voorstemmen. Hier zijn we het wel over eens. Misschien als eerst het woord Fleur. Ja, ik heb ook in de. We hebben natuurlijk laatst onlangs staatsverkiezing gehad. In de staatsverkiezing heb ik ook voor gepleit dat wij ook een quota opnemen in ons coalitieprogramma, in ons verkiezingsprogramma. Omdat we helaas gewoon zien dat zo'n paardenmiddel, want een quota is voor mij wel echt een paardenmiddel, zo'n paardenmiddel nodig hebben om een bepaald patroon te doorbreken. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij nu in ons coalitieakkoord hebben staan dat wij. Bij alle benoemingen die wij in huis doen, maar ook die wij als college in voordracht doen, en naar streven om 50-50% man-vrouw te hebben. En dat leidt er ook toe dat wij bijvoorbeeld laatst ook een aantal voorgestelde benoemingen teruggewezen hebben. Van kom maar terug met een 50-50 voorstel. En ik denk dat dat ook echt nodig is om de mindset en de verandering van denken, dat je echt soms anders moet zoeken. Misschien op een andere plek, misschien op een andere manier moet gaan inzetten. Ik mag nu ook P&O in mijn portefeuille hebben als gedeputeerde. En ik voer ook intensieve gesprekken op dit moment met de afdeling personeelszaken. Omdat zij zegt, ja, maar we hebben al voorkeursbehandeling in onze vacature staan. We hebben al de teksten aangepast. We hebben diverse benoemingscommissies. En dat is allemaal heel erg belangrijk. Maar het feit dat er heel veel vrouwen bij ons intern niet solliciteren voor hogere functies, daar hebben ze nog nooit over nagedacht. Dus wij gaan nu een talentenscan invoeren. Iedereen vanaf schaal 11 moet daaraan meedoen, om op die manier in beeld te krijgen van welke mensen hebben nou het talent en daarmee ze daarna actief kunnen benaderen op het moment dat er vacatures vrijvallen in managementposities. En het zijn soms wel van dat soort maatregelen die nodig zijn om dat verschil te gaan beginnen te maken. Oké. Ik denk dat het niet de enige manier is. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat vrouwen ook zien dat er veel vrouwelijke leiders zijn in een land. Dat zou helpen. Maar ik denk dat we ook elkaar wat meer kunnen helpen. Dus wat ik vaak terugzie in bestuurdersland, dan zijn er heel veel mannen in blauw pak en enkele vrouwelijke bestuurders. En het helpt elkaar als je elkaar ook wat kracht bijzet. Want mannen hebben van nature bijvoorbeeld al een wat luide, zware stem. En dan word je wel eens overstemd. En dan helpt het als je dan gewoon elkaar herhaalt. En dat je ook wel eens zegt, van, wat een goed idee van. En dat er wat meer begrip is onderling bij de andere bestuurders. En ik merk dat we daar elkaar wel ook in kunnen versterken. Nou, tip 2 aan de zaal. Maar is het ook niet een beetje een... of Ingrid wil heel graag nu hierop aanhaken, of niet? Nee, ik kan ook zo. Ja, nou, ik dacht een beetje, is het ook niet een beetje dat ze, de stelling gaat ook om een tijdelijk kwotum. En is dat dan ook niet zo'n slappe D66 oplossing van niet helemaal een kwotum, maar ook helemaal niet een kwotum? Nou, dat wilde ik net al doen, maar dit is ook een mooi bruggetje. Kijk, ik ben er absoluut van overtuigd dat het zonder kwotum niet gaat lukken. Ik denk dat alle vrouwen die onderweg zijn naar de top tot hun 40ste denken, dat is allemaal niet nodig.
zo'n kwotum. En wat ik massaal zie is om me heen, zeg maar, als vrouwen dan boven de 40 komen en het laatste stukje naar de top moet, dan merk je ineens, hey, maar het gaat helemaal niet vanzelf, het is wel nodig. Dus al die vrouwen, inclusief mezelf, rond hun 40ste slaan ze om van, zeg maar, tegen een kwotum naar voor een kwotum. Dat vind ik heel interessant om te zien. Een mannelijke collega van mij die voor een kwotum is, die zei op een gegeven moment ook, ja, weet je Ingrid, uiteindelijk, de mannen zijn nu nog de baas, dus van hun moet de verandering komen. En mannen, die reageren het beste op een target. Het is niet mijn tekst, maar van een mannelijke collega. Ik denk dus dat een kwotum echt nodig is. Niet specifiek over de tijdelijkheid, maar wel over hoe D66 er nu in zit. Er ligt natuurlijk een SER-advies, ik denk dat dat heel goed nieuws is, die zegt je zou een quotum moeten hebben voor raden van commissarissen. Onder de aanname, die ik wel onderschrijf, dat je dan vervolgens het ook wel krijgt in de raden van bestuur en directies. En D66 gaat daar eigenlijk in zijn stellingname nog een keertje overheen. Van nee, het moet ook meteen voor die raden van bestuur en ik vind dat geloof ik niet zo handig. En waarom niet? Nou, omdat ik denk dat er nu momentum kan zijn om het in ieder geval voor die RVC's voor elkaar te krijgen. En dat je dat misschien, dat we onze eigen glazen ingooien. Als je vervolgens zegt, nee, het moet nog meer zijn dan dat. Ja, ik ben het daar in ieder geval niet mee eens. Omdat ik gewoon, als je alleen al kijkt naar de laatste provinciale statenverkiezingen. We hebben inderdaad in heel Nederland veel diversere colleges gekregen. Waarin steeds meer partijen maar één gedeputeerde kandidaat aanleveren. En dat leidt ertoe dat we in Nederland op dit moment een colleges hebben waarbij een aantal gewoon volledig uit mannen bestaan. Dus op het moment dat de keuze is, en zeker in kleinere raden van bestuur, van maar één of twee bestuurders, en we hebben niet zo'n quote, we hebben niet zo'n prikkel om ook echt te kijken van ja, je moet af en toe ook gewoon echt kiezen voor die vrouw. Dan gaan we volgens mij krijgen wat we nu bij al die colleges van gedeputeerde staten zien, is dat dan in die end de man het gewoon weer wordt. En we dus naar colleges kijken nu, anno 21ste eeuw, die gewoon volledig uit mannen bestaan. Ja, alleen in het bedrijfsleven gaat uiteindelijk natuurlijk de benoeming van de Raad van Bestuur, dat doet de Raad van Commissarissen. Dus daarmee heb je, als je daar voldoende vrouwen hebt zitten, heb je heel veel meer invloed op die Raden van Bestuur. En ik denk dat de kans dat er in ieder geval een eerste stap naar een quotum wordt gezet, groter is als het nu eerst is dat SER-stapje, zou ik maar zeggen, door de SER voorgestelde stapje, dan dat je daar meteen overheen gaat. Dan lukt het misschien ook dat eerste stapje wel niet. Dus het is een beetje een tactische inschatting, zeg maar. Misschien even Marianne, over de tijdelijkheid, want jij bent fel over de tijdelijkheid. Maar volgens mij is er voldoende wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat als je 30% van een bepaalde doelgroep in je organisatie hebt, dat het daarna eigenlijk een duurzame verandering is. Dus in die zin zou ik wel heel erg willen pleiten voor de tijdelijkheid van een dergelijke maatregel. Totdat je dat percentage, het liefst natuurlijk meer, maar in ieder geval minimaal 30%. In mijn sector zijn we daar nog lang niet. Oké. Mag ik ook aan toevoegen? Ja. En we hebben het natuurlijk het over vrouwen aan de top. Ik denk dat we natuurlijk ook in bredere zin gewoon meer diversiteit aan de top hebben. Dat we dat in de algemene zin bedoelen. En nu zitten hier de vrouwen als voorbeeld, maar het moet veel breder zijn. Ja, goed punt. Maar dus, en Rianne, in jouw optiek is het dus niet, wat ik ook hier wel eens hoor, mannen zijn als onkruid. Als je het tijdelijk doet, dan groeien ze vanzelf, claimen ze de ruimte zo weer terug. Nou, mannen zijn onkruid zou ik toch nooit willen zeggen. Ik denk... Onkruid bestaat onkruid niet, bestaat hier niet. Een man. Ja, nee, maar weet je, uiteindelijk moet je het, wat jij ook zegt, je moet het toch ook met elkaar doen. Ik herken ook wat Ingrid zegt van de vrouwen voor de 40 zijn tegen een quotum. Ik zei altijd, quotum is voor vissen. En nou ben ik 43 en nou ben ik ervoor. Dus het is absoluut waar. Ik heb ook wel eens gedacht, moeten we niet over de mannenquotum spreken? Dat als mannen eenmaal een bepaald percentage hebben gehad, dat we het niet weer eenzijdig bij die vrouwen leggen. Ook de druk, hè, voor vrouwen om te onderhandelen en vrouwen om zich te laten zien. En vrouwen. Dat ik denk, nou kom op mannen. En die zijn er gelukkig voldoende. De mannen die opkomen voor meer diversiteit in hun eigen raden van bestuur. Ik denk aan de Fijke Siebesma van DSM. Er zijn genoeg voorbeelden van mannen die juist in die beweging meegaan. En het moet niet allemaal van de vrouw afhangen. Dat zou ik eigenlijk dan een gemiste kans vinden. Oké. Nou. Ik heb daar nog een vraag over, want het vrouwenquotum is nu weer eens actueel natuurlijk. En toen hebben we toch ook wel wat vrouwen in het nieuws gezien die aangeven van nou, ik ben een topvrouw.
En ik ben er gekomen zonder kwotum en ik heb helemaal geen zin in zo'n kwotum. Want dan, vandaag ben ik een winnaar en morgen als dat kwotum er is, dan ben ik ineens een excuustruus. En daar heb ik helemaal geen zin in. Is dat een gevoel wat jullie herkennen? Rianne, nog een keer? Ik herken het zelf niet, maar ik ken wel veel jonge vrouwen die bijvoorbeeld door middel van actief beleid om vrouwen op bepaalde leerstoelen te krijgen met een bepaalde benaming eigenlijk zeggen dat wil ik niet. Ik wil die leerstoel wel, maar niet met die benaming, dat het een vrouwenleerstoel is. Dat zijn ook trouwens vrouwen van voor de 40. Ik zelf ben graag nu even die excuustruus, want ik geef toe, hè, in allerlei posities kan ik nou makkelijker binnenkomen. Ook een beetje vanwege de topvrouwenlabel nu. Ja, ik gebruik het nu, hopelijk voor het positieve voor vele generaties na mij. Ja, laat me maar even die excuustruus dan zijn. Dat is gewoon even de acceptatie. Ik herken heel erg wat Rianne zei. Hè. Je hebt een aantal jaar geleden zijn de Westerdijk leerstoelen op universiteiten geïntroduceerd. Waarbij in één keer heel veel vrouwen tot hoogleraar benoemd zijn. En zou ik eerlijk toegeven, ik was blij dat ik de 2 jaar daarvoor een gewone leerstoel had gekregen. Omdat je dan toch denkt, ja, zouden ze dan denken dat het is omdat ik vrouw ben. Dus tuurlijk vond ik het ook fijn dat het niet zou hoeven. Dat geef ik ook eerlijk toe. Ja, is iemand daar wel eens op aangesproken van, oh, je zit hier alleen maar omdat je vrouw bent? Nee, dat gelukkig niet. Dat is dan weer het voordeel van in de politieke dimensie dat je dat zelden de reden is. Maar tegelijkertijd, ik herken wel heel erg wat jij zegt. Ik ben er soms ook wel trots op dat je als excuustruus er mag staan. Want je bent uiteindelijk wel de excuustruus die ook de volgende generaties de inspiratie geeft dat het kan. En we doen heel vaak alsof de posities die specifiek voor vrouwen benoemd zijn opeens dan vrouwenposten zijn. Maar dat hebben we omdat al die andere posten in onze organisatie eigenlijk van nature mannenposten zijn. En dat het daarin zo ongelooflijk ingewikkeld is om voor vrouwen door te breken, maak je nu iets anders. Maar dat is niet omdat je als vrouw excuus bent, maar dat is omdat je eigenlijk nog steeds in je beleid voor al die gekwalificeerde vrouwen in ieder geval een plek maakt waar ze een eerlijke concurrentie hebben om daar ook daadwerkelijk op een stoel terecht te komen. En zolang we dat niet op die manier ook gaan benaderen, en ook gaan benaderen dat al die andere stoelen feitelijk posities zijn waar mannen de mogelijkheid hebben om vooruitlopend op wie dan ook een positie te claimen, gaan we deze discussie natuurlijk ook niet beslechten. En als dat dan nodig is, dat we daar met een aantal excuustruussen laten zien dat de volgende generatie dat dit het normaal is, dat dit kan, dat je dat kunt bereiken, dan bereiken we uiteindelijk volgens mij voor de samenleving veel meer. Ik zie eigenlijk dat vrouwen enorm hoge eisen aan zichzelf stellen voordat ze zichzelf capabel genoeg vinden om die stap te maken. En als ik kijk in bestuurlijk land, dan zijn er echt genoeg middelmatige mannelijke bestuurders. En dan denk ik, het is zo jammer dat alle vrouwen die er dan wel aan tafel zitten extreem hoog opgeleid zijn of heel veel ervaring hebben voordat ze die stap durven te nemen. Dus ik denk, en dat woord wat we nu gebruiken, daar neem ik echt afstand van. Want ik denk dat iedereen het hier op persoonlijke titel voor elkaar heeft gebokst, al dan niet met behoorlijke steun van het thuisfront. Maar ik denk juist dat wij met elkaar dat moeten laten zien, dat als je gewoon durft, dan kom je echt een heel eind. En dan heb je dat quotum eigenlijk helemaal niet meer nodig. Ja. Nou, dat lijkt mij een mooie afsluiting van deze stelling. Dan vraag ik om stelling 3. Stelling 3 luidt: ik werk liever samen met vrouwen dan met mannen. Ik weet niet of het zin heeft om dit aan de zaal te stellen. Wie is er voor? Oh, er zijn ook echt mensen wel voor. Hey, zag je dat het allemaal mannen waren die dat zeiden? De mannen zijn voor, ja. Ja, is er een verschil tussen het werken met vrouwen en met mannen in het algemeen te zeggen? Ja, absoluut. Ja, er is absoluut een verschil. Ik vind het echt het allerfijnste om met een divers team te werken. En als ik heel eerlijk, dit is eigenlijk niet voor op social media, maar zou moeten kiezen, helemaal vrouwenteam of helemaal mannenteam, doe mij dan maar als enige vrouw in een helemaal mannenteam. Dat geef ik toch wel toe. maar het fijnste is wel diversiteit. Het is gewoon echt, ja, en het is heel moeilijk van, goh, leg dat dan eens uit, hè, want dat wordt dan natuurlijk jouw volgende vraag. Maar het is gewoon een verschil. Ja, je ziet het natuurlijk al gewoon met jongetjes en meisjes op de kleuterschool. Ja, weet je, het is,
het is gewoon verschillend. Beide hebben voor- en nadelen. Ik heb geen zin om te gaan generaliseren daarover, maar daar heeft iedereen wel een beeld bij. Dus uiteindelijk is de mix, vind ik ook echt in de praktijk, het fijnste om mee te werken. Het zou ook raar zijn als dit niet zo zou zijn dat we zo zouden willen streven naar diversiteit. Volgens mij is die diversiteit en de discussie die we daar hebben, namelijk over het hebben van verschillende stijlen, van verschillende inbrengen, wat de organisatie zo belangrijk maakt, waarom het zo belangrijk is om ook echt in diverse teams te werken. Dus de keuze tussen of het een of het ander moet je volgens mij alleen om die reden al niet willen. Maar ja... Rianne, eerst nog even reageren. Nou ja, nee, ik zit even op jou. Van ik werk liever in een volledig mannenteam. Als ik moest kiezen. Dan moeten we er toch over doorpraten. Als we dat zouden vinden, waarom vinden we dat dan? Want als ik kijk ook naar... Als ik met een heel vrouwenteam werk, die heb ik natuurlijk binnen de universiteit in bepaalde faculteiten ook. Dat is heel afhankelijk van soms ook de generatie waar een vrouw zich in bevindt. Of zij jonge generaties mee... omhoog trekt of dat ze denkt, doe het maar lekker op je eigen kracht, want dat moest ik ook doen. Toch een beetje de queen bees, die niet per se de vrouwen meenemen omhoog. Als je zo'n team hebt, dan heb je ook best wel wat masculine eigenschappen in een team. En een wat jongere generatie die veel meer van de verbinding zijn. Het is ook allemaal gegeneraliseerd, ik weet het. Dus daar zie ik in die vrouwengroep ook best wel verschil in hoe zij generaties mee willen nemen en een voorbeeld willen zijn in plaats van klein houden. Of dat nou bij mannen in mijn volledige mannenteams, vind ik ook wel echt heel vermoeiend. Er zitten vaak toch ook wel van die enorme ego's, ijdel. We willen allemaal diversiteit, maar volledig mannenteams heb ik toch vaak... Alleen jou als vrouw dan, hè? En ik dan alleen als vrouw, ik vind het allemaal ook, dat kan ook echt heel vermoeiend zijn. Ik heb toch echt liever, uiteindelijk kies je naar hoe mensen complementair zijn en hoe ze in hun werk staan, zowel vanuit een inhoudelijke kracht en hoe ze karakteriologisch in elkaar zitten. Dat zit hem toch niet altijd in het alleen maar mannen of alleen maar vrouwen. Het is uiteindelijk, het zoeken naar een goede mix vergt zoveel meer. Wow. Ingrid, wil jij daarop reageren nog? Nou, eigenlijk volgens mij, ik zeg gewoon eigenlijk, als ik de pistool op de borst zou krijgen en ik moest kiezen of ik dan uiteindelijk 100 met alleen maar mannen of alleen maar vrouwen. Nou, daar maakte ik een prikkelende opmerking over. Dat gaat heel erg over mijn persoonlijke voorkeur, maar... Ik zei er ook bij de generieke conclusie is natuurlijk dat het echt gaat over die balans en de diversiteit. Het is gewoon echt beter, ook in praktijk. Merk ik gewoon aan de lijve ondervonden om met een gemengd team van mannen en vrouwen te werken. En het is natuurlijk altijd heel leuk om te filosoferen over inderdaad van goh, en wat is dat maakt dan mannen, wat zijn daar de eigenschappen van? En wat vrouwen zeg maar dat wordt allemaal zo snel generaliserend. Dus dat doen we dan maar even niet. Dat is voorbij de bar, zeg maar. Ja, ik merk in mijn dagelijks leven, ik zit naast in het college ook in het IPO-bestuur, het bestuur van alle samenwerkende provincies. En dat is bijna helemaal een mannenbestuur. Er zitten 12 provincies plus een aantal commissarissen plus een adviseur van de provinciesecretarissen. Dat zijn dus een man of 20 en 2 vrouwen. Dus 20 mannen, 2 vrouwen. Als ik daar een vergadering heb gehad, ben ik altijd back-off aan het eind. Dat is inderdaad altijd vechten, altijd opletten, altijd kijken wat er gebeurt, altijd scherp zijn. Terwijl in ons college met de helft mannen en de helft vrouwen, ben je veel meer bezig met elkaar helpen, veel meer bezig met van joh, waarom vind je dit? Wordt er ook af en toe naar jouw belang gekeken? Die diversiteit maakt ook dat die vergaderingen gewoon letterlijk minder vermoeid zijn, terwijl ze langer duren. Dus dat helpt denk ik, nou, zo'n ervaring is ook volgens mij meteen tekenend voor waarom het zo van belang is dat je die diversiteit hebt. Het is wel leuk als ik al iets aan mag vullen, en het duurt altijd langer. Toen ik bij Alliander kwam, was ik de eerste vrouw in de Raad van Bestuur. En toen gingen de Raad van Bestuurvergaderingen veel langer duren. En dat was echt inderdaad omdat we, denk ik, een betere dialoog hadden. Doordat er ineens letterlijk meer diversiteit aan tafel zat, dus meer invalshoeken, meer gesprek. En in het begin heb ik me daar wel eens schuldig over gevoeld. Ik dacht, ik kost eigenlijk heel veel tijd. Maar, ik heb eerlijk gezegd... Ik heb wat moeite met het generaliseren. Ik heb dan toch liever over feminien en masculien. Mijn ervaring is juist dat het met vrouwen soms efficiënter kan. Omdat die niet eindeloos gaan herhalen wat al gezegd is. Gewoon om een hokje af te bakenen. Maar gewoon, het is al gezegd. Dus hoef ik het ook zelf niet nog 3 keer te herhalen. En ik heb toch het idee dat mannen, sorry dat ik zo generaliseer. Maar dat die dan toch graag het obvious nog een keer zeggen. Ja, en wat ik ook nog merk dat erbij komt is. Er wordt ook vaker gedacht aan de thuissituatie.
Dus soms heb je dan, wordt er een vergadering ingepland om 6 uur. Dat betekent dat je dus eigenlijk niet meer thuis komt. En dus tot 's avonds laat. En ik denk dat vrouwen daar toch misschien vanaf nature al wat meer oog voor hebben. Dus dat maakt het ook veel prettiger om... Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je met jonge vaders zit, maar daar in die situatie zit ik... Nou, wat ik juist van mannen leer, jonge mannen die kinderen hebben, die zijn heel streng met hun thuiswerkdagen of papa-dagen. Dat vinden we dan misschien niet zo'n fijn woord, maar in ieder geval hun thuiswerkdagen, die zijn heilig. Terwijl ik continu, toen ik ze nog had, daarmee schoof, want dat was toch wel weer een belangrijke afspraak en ik vond dat ik daar moest zijn. Terwijl die mannen, en dat was meer dan één, die zeiden gewoon, nee, woensdag ben ik thuis. Dus je kan op je kop gaan staan met je belangrijke afspraak, ik ben thuis. Dat ik dacht, oh, zo kan het ook. Daar kan ik eigenlijk ook wel van leren. Dus ook dat moeten we mee oppassen. Dat alleen de vrouwen kiezen voor de uren en het gezinsleven. Ik zie dat juist bij de jonge generaties eigenlijk heel goed. Nog een tip? Wat ook heel interessant is, om daarop aan te sluiten, want ik herken dit heel erg. En wat er ook gebeurt, nog steeds, en ik heb dat ook gedaan in alle eerlijkheid, is dat vrouwen, dan krijgen ze een kind en dan zeggen ze, ik ga 4 dagen werken, want ik ben 1 dag thuis. En dan laat ik me dus ook 4 dagen betalen. De output die je levert is natuurlijk nog steeds dik fulltime. Vrouwen doen dit en mannen meestal niet. Die gaan wel thuiswerken een dag, maar die laten zichzelf gewoon fulltime betalen. En terecht overigens. Het is heel interessant ook voor vrouwen. Ik zeg dat bij ons in het bedrijf ook tegen jonge vrouwen die moeder worden. Ik zei, hoeveel ga je werken? Ja, 4 dagen. Ik zei, oké, je gaat 1 dag bij je kind zijn en je blijft dus gewoon fulltime betaald worden, lieve schat. Het is echt bijzonder. En dan zeggen vrouwen vaak, ja, maar dan koop ik mijn mentale vrijheid om ook echt bij mijn kind te zijn. En overigens, dat deed ik ook 18 jaar geleden. Zei ik ook, ja, maar dan heb ik de mentale vrijheid om ook echt thuis te mogen zijn. Want ik word ook niet betaald die dag. En die kerels, die doen het gewoon. Dus daar kunnen vrouwen van leren. Ah, herkenbaar? Ja. Oké, dan dit blokje afronden. Dan, we hebben nu, volgens mij heeft iedereen hier aan tafel wel een keer gezegd, ja, ik mag niet generaliseren, maar mannen zijn ijdel, zijn allemaal ego's. Ik mag niet realiseren, maar vrouwen die luisteren wat beter naar elkaar. Als we die spiegel dan eens omdraaien, als we generaliseren, wat kunnen vrouwen dan misschien niet zo handig, wat mannen dan weer heel goed kunnen? Is dat een goede vraag voor dit panel? Ja, ik denk dat wat ik merk, maar ik trek het even op mezelf, hè, want je wil niet helemaal gaan generaliseren, is dat... Alles mag hoor! Ik was een enorme perfectionist. Dus ik had het idee dat ik alle ballen altijd in de lucht moest houden. Het liefst overal een 10 scoren, op je werk, thuis, op school, in je familie, en in je netwerk, in je nevenfuncties, noem maar op. En dat gaat natuurlijk niet. Dus iets aardiger zijn voor jezelf, dat het niet altijd die 10 kan zijn. Iets aardiger ook zijn naar de mensen om je heen. Wat jij net ook zegt, hè, help elkaar een beetje. Ben niet zo streng en niet zo veroordelend meteen als je een keer een bal laat vallen. Dat zou eigenlijk wel helpen. En ook het veroordelen, wat mij in het begin best wel raakte. Als mensen zeiden van, nou ja, je bent ook nooit op het schoolplein. En je bent niet de luizenmoeder, je bent niet meer de voorleesmoeder. Dat raakte de eerste jaren van mijn groeiende carrière best wel. En nu denk ik van, ja, weet je, ik doe het op mijn manier. Ik kijk naar mijn kinderen, zijn ze gelukkig? Dat is mijn spiegel. En voor de rest, wat de hele wereld en de samenleving ervan vindt, ja, het zal mijn worst wezen. En dan moet je leren door de tijd. En dat gun ik dan ook de jongere vrouwen, dat ze dat eerder leren dan dat ik het leerde. Ik denk dat mannen iets ongecompliceerder zijn. En ik denk kleine anekdote als het mag, die mij enorm de spiegel voorhield, was mijn toen nog 11-jarige zoon. Die had knallende ruzie met zijn beste vriendje. Zodanig dat hij er niet van kon slapen, dus ik belde de moeder van vriendje en zei, inderdaad, vriendje kan er ook niet van slapen. Ze hebben echt goed ruzie gehad. Nou, waar zou het dan liggen? Dit en dit. Ze moeten het er morgen maar even over hebben. Dus ik zei tegen mijn zoon, nou Casper, dit en dit denken wij dat er aan de hand is. Je moet het er morgen maar even over hebben. Volgende avond kom ik thuis, zeg ik, lieve schat, heb je het er nog met Jibbe over gehad? Nee, zei hij. Ik zei, hè? Waarom heb je het er niet over gehad? Ik zei, ja, mam, we zijn toch vrienden? En toen dacht ik echt, jeetje, dit zou bij meiden nooit gebeurd zijn. Echt, ik vond het zo'n eye-opener. En dat heeft iets, mannen zijn iets ongecompliceerder, dat is best wel lekker. Kiki, wil jij nog iets zeggen over wat kunnen vrouwen minder goed in het algemeen en mannen misschien wat beter? Ja, ik denk dus in de thuissituatie voor zichzelf opkomen.
Ik blijf het nog maar een keer herhalen, want ik vind het gewoon echt heel belangrijk. Ik zie als wij op zoek gaan naar gemeenteraadsleden, maar ik ongetwijfeld zijn dat op andere lijsten ook. Vrouwen steken niet als eerste hun hand op. En mannen doen dat wel. Dus ik zou zeggen, laten we dat dan omdraaien. Ja. Fleur? Daar kunnen wij natuurlijk als partij, wij weten gewoon dat het is dat vrouwen iets minder, hè, iedereen kent het voorbeeld van dat er een vacature, je leest de advertentie en een vrouw denkt, oh ja, ik voldoen niet aan de laatste twee, dus ik solliciteer maar niet. En een man denkt als hij ergens halverwege de helft is, oh, ik herken wel wat, ik ga solliciteren. En dit hoor je zo vaak terug dat wij ook als partij en als leidinggevenden, eindverantwoordelijk voor organisaties, als we dit toch weten, weet je, dan kunnen we natuurlijk gewoon zorgen dat we vaker vrouwen duwen, tippen en zorgen dat ze dan toch een klein setje krijgen. Ik denk, ik heb zelf ook wel een paar keer setjes gehad dat ik achteraf dankbaar was dat ik even geduwd werd. En misschien dat jullie dat ook wel zelf ervaren. Dus, dus laten we ook elkaar setjes geven en zeggen, volgens mij ben jij heel geschikt hiervoor. Oké, Fleur, wil jij daar nog wat zeggen? Misschien aansluitend daarop. Ik heb het geloof ik in een congresspeech ook wel eens gezegd. Toen ik landelijk voorzitter werd, kreeg ik echt alleen maar de vraag hoe ik dat in vredesnaam met mijn kinderen ging doen. Mijn echtgenoot kreeg alleen maar te horen dat het ongeveer het meest vreselijke wat hij had kunnen overkomen hem overkwam op dat moment. En dus we hebben denk ik al van nature als vrouw de neiging om inderdaad te perfectionistisch te zijn, te gaan overcompenseren. Ik weet dat ik inderdaad nog wel eens aangesproken ben over dat ik nooit luizenmoeder was geweest. En dat ik later s'avonds thuis dacht, ja, maar ik heb wel de website gebouwd, het scholensysteem gebouwd, drie avonden en dagen meegelopen met weet ik het wat allemaal. En de halve klas schoongemaakt, maar blijkbaar als je luizenmoeder niet geweest bent, dan heb je ergens iets fout gedaan. Dus de enorme neiging om over te compenseren, maar als wij dan op een gegeven moment het lef hebben om te zeggen, we gaan naar voren, dan krijg je eerst ook nog eens een keertje een golf van bevestiging dat je misschien niet goed genoeg bent over je heen. En als we ons dat niet realiseren, en ons realiseren dat dus vrouwen veel meer drempels hebben, veel meer muren door moeten breken op het moment dat ze ergens voor gaan en ze daar niet in steunen. Ik heb in die fase echt heel veel gehad aan een heleboel mannen en een heleboel vrouwen die tegen mij zeiden, wat geweldig dat je dit doet. En dat zeggen we bijna nooit, terwijl dat volgens mij echt essentieel is, wil je die zetjes krijgen. Dus niet alleen maar aan de voorkant zetjes geven, maar alsjeblieft ook op het moment dat vrouwen het doen, ook daarna die ruggen blijven dekken. Dankjewel. Dan zijn we nu een beetje aan het einde gekomen van de stellingen. Ik heb één iemand in ieder geval beledigd in deze zaal. Dat bent u volgens mij, want u... volgens mij met mijn onkruidopmerking. Dus ik wilde u eigenlijk dan de tijd gunnen om één vraag te stellen aan het panel. Dan heb ik het hopelijk goed gemaakt. Vraag je in de diepe, dames. Waarom twijfelen jullie als jullie gevraagd worden? Waarom twijfelen vrouwen in het algemeen als ze gevraagd worden? Ik ga hem neerleggen in het panel. Oké, dank je. Waarom twijfelen vrouwen altijd? Nou, dat is biologisch. Dat is een kracht en dat is een zwakte. Ja, we hebben het gevraagd aan het panel. Dus die gaan het beantwoorden. Kijk. Ja, ik denk dat het dus voor een deel is. Omdat je op het moment dat je dus gaat, je heel veel twijfel in jouw omgeving over je heen krijgt. Twijfelen of het kan. Twijfel of jij er geschikt voor bent. Twijfel of je omgeving het goed blijft hebben. Terwijl dat natuurlijk ook voor de anderen belangrijk is. Ik heb wel eens geconstateerd, als ik nou om me heen kijk naar al mijn mannelijke bestuurlijke collega's. Die hebben bijna altijd een vrouw of een partner die parttime werkt of niet werkt. Terwijl alle vrouwelijke bestuurders in mijn omgeving hebben een partner die ook fulltime werkt. Dat maakt echt dat je andere dingen in je omgeving vraagt en nodig hebt om overeind te blijven, om letterlijk het georganiseerd te krijgen. En ja, dat maakt denk ik dat op het moment dat je gevraagd bent, je ook bewust bent van, ga ik dit gewoon georganiseerd krijgen? Is het jullie vrouwen dan niet nodig dat je van tevoren eens gaat denken van, waarom twijfel ik? En zet al je twijfels op een rijtje, zodat je een antwoord klaar hebt als de vraag komt. Hey, dank maar voor de tip. Maar nu gaan we ontsporen. Ik denk echt, de essentie van jouw vraag, waarom twijfelen vrouwen meer? Ja, ik denk dat het, maar ik ben geen bioloog, maar ik denk dat het echt nature is. Hè, dus ik denk dat het echt ik denk wel eens van, is het niet eigenlijk zo? En dat bedoel ik dus, vooral begrijp me heel goed. Ik bedoel dit niet als
dat vrouwen daardoor minder zijn of niet er geen kwotum zou moeten komen, zo helemaal niet. Maar als je nou vraagt, waarom twijfelen ze meer? Want dat zit er wel heel diep in. En ik herken het bij alle vrouwen. Dus misschien heeft dat toch ergens een biologisch aspect. Dat je geneigd bent primair meer op je hoede te zijn of zo. Ik weet niet of er mensen zijn die daar verstand van hebben. Maar ik denk dat eerlijk gezegd wel eens. Nee, dat lijkt me iets voor dan voor even bilateraal. Dan ja, nee, dat was sorry. Ik heb heel veel verwarring veroorzaakt. Want er is helemaal geen vragenronde. Ik ging alleen even een man voortrekken. Dat gebeurt, dat moet toch vaker voorkomen. Nee, ik wilde heel even, als iemand hier nog wat over wil zeggen, dan wil ik nog even afronden met een laatste tip aan de zaal. En dan gaan we afsluiten en dan kunnen we door naar de lunch en naar de subsessies. Nou, ik wil nog wat zeggen. Als je wel twijfelt over of je wel of niet die stap moet nemen naar bestuurders, je kan mij gewoon een bericht sturen. Ik denk dat het heel goed is om een sparringspartner op te zoeken waarin je even kan afstemmen hoe dat gaat. Ik heb wel een man die fulltime thuis is, dus het kan ook absoluut wel. Bestuur een bericht en misschien kunnen we van gedachten daarover wisselen. Oké. Okay. Dan wil ik graag afsluiten met heel kort van het hele panel een tip om topvrouw te worden, zoals jullie zijn. Aan de vrouwen, maar misschien ook aan de mannen. Zal ik beginnen bij jou, Annelien? Nou, ik heb zelf tot nu toe altijd gewoon de dingen heel intuïtief. De dingen gedaan waar ik in geloofde, die ik belangrijk vond, waar ik energie van kreeg. En dan daarna, want natuurlijk dan kwam ook altijd de twijfel, dat is niet handig. En daarna dacht ik ook, oké, ik voel eigenlijk dat ik dit wil, dat ik het de moeite waard vind. Want het is ook veel vechten, ook dat ik het de moeite waard vind om voor te vechten. En laat dat gevoel even dan bij je naar boven gaan. En daarna dacht ik altijd, en dan de rest, de practicalities, die regel ik later wel. En dat is de afgelopen 40 jaar tot nu toe altijd redelijk goed uitgepakt. Mooi. Rianne? Kort wil je het, hè? Ik zou zeggen, hard werken, dicht bij jezelf blijven. Mensen om je heen verzamelen die je vertrouwt, maar die ook kritisch durven zijn op wat je doet in die weg omhoog. En vooral ook blijven lachen. Ja, ik kan daar echt volledig bij aansluiten. Wat mij in de afgelopen jaren altijd wel heel erg geholpen heeft, is mezelf voorgehouden, wat is de boodschap die ik mijn dochter wil meegeven? Wat hoop ik voor haar dat zij kan bereiken als zij een droom heeft? En het feit dat je dan inderdaad dat gevecht af en toe moet aangaan, dat je je netwerk moet organiseren, dat is essentieel. Maar dat is wel heel erg de afgelopen jaren heel erg mijn inspiratie geweest om door te blijven gaan, ook als het af en toe wat vervelend werd. Nou, ik sluit helemaal aan bij de vorige sprekers, wil geen dingen herhalen. Wat mij heel erg heeft geholpen is dat er altijd op de juiste mensen iemand in de buurt was die mij een zetje gaf om het wel te doen. Dus ik heb ook altijd eigenlijk gezorgd dat ik ook coaching om me heen had om me daarin te helpen. Ja, ik sluit me hier echt volledig bij aan. Oké, nou dan wil ik iedereen van harte danken. Niet voordat ik ook heb gezegd dat D66'ers die hier verder over door willen praten, dat kan op vele avonden bij D66, maar onder andere ook bij het Els Borst netwerk. En ze hebben volgens mij ook een stand hier op het congres. Dan wil ik met een groot applaus iedereen hartelijk dank. En jullie krijgen ook nog een bos bloemen. En dan kunnen we nu door naar de lunch. Ja, best.